Het mooiste moment van gisteravond op het randje van het buitenspel krijgt invaller Jan van Hemert de bal. Hij wacht, hij kijkt, hij zoekt en hij vindt ploeggenoot Dreis. En die knalt ineens de bal over Joop Hiele heen. Een schitterend doel. Michel Dreis. En op verzoek van Joop Hiele. En vanwege het jubileum van Kwik Nijmegen nog eenmaal dat fantastisch mooie doelpunt van Kwik Nijmegen van Michel Dreis. Weer Koeman. Gullit loopt weg. Steekpaasje is van Koeman. En Gullit scoort dan eindelijk voor Nederland. Dan is al ruim een half uur gespeeld. En is Kwik Nijmegen toch op achterstand gekomen. Actie Koeman-Gullit. Opnieuw Koeman. En dit is een grote kracht. Een streep heet dat. Een paas op Ruud Gullit. De voorzet van Gullit, de kopstoot van Bosman. Nog altijd wordt hij verkozen boven Van Basten en Kief. Jacques Schors en Jacques Hogewoning genietend van het spel van Nederland. Dit is Kief met een paas op Erwin Koeman. En die brengt dan met dank van aandoelman Erik Hendricks stand op 3-0 voor Nederland. Erwin Koeman. Rijkaard dus een hele wedstrijd, Wouters een hele wedstrijd. En Rijkaard zoekt de 1-2 met Kieft, krijgt hem. En Rijkaard scoort. En Wim Kieft, zo blijkt, is een meevoetballende spits. Kan gebruikt worden in de combinatie, evenals Van Basten, terwijl Bosman duidelijk een afwerker is. Naar het mooiste moment van gisteravond, op het randje van het buitenspel, krijgt invaller Jan van Hemert de bal. Hij wacht, hij kijkt, hij zoekt en hij vindt ploeggenoot Dreis. En die knalt ineens de bal over Joop Hiele heen. Een schitterend doel. Michel Dreis. Prompt daarna scoort Erwin Koeman. 1-6 voor Nederland. Koemans tweede goal. Rijkaard paast dan op Troost. Terwijl Kieft en Van Basten voorin uitermate hun best bleven doen. Zoals trouwens de hele ploeg scherp speelt en een scherpe indruk maakt. Dit is Jan Wouters. Opnieuw 90 minuten spelend. Winter. Paas van Koeman, Wouters zet voor, Van Basten stapt en Kieft is aanwezig om te scoren. En later zou hij nog eens scoren, dit was 1-7, later maakte hij 1-8. Het mooiste moment van gisteravond op het randje van het buitenspel krijgt invaller Jan van Hemert de bal. Hij wacht, hij kijkt, hij zoekt en hij vindt ploeggenoot Dreis. En die knalt ineens de bal over Joop Hiele heen. Een schitterend doel. Michel Dreis. En op verzoek van Joop Hiele. En vanwege het jubileum van Kwik Nijmegen nog eenmaal dat fantastisch mooie doelpunt van Kwik Nijmegen van Michel Dreis.